niet. Wie wordt het hier? Eerder in mijn lichte voorsprong.
Ik denk Tom Bovaart. Wie wordt het hier? Eén renner. Ja. Op de eerste plaats, Tom Bovaart. Werd hier de winnaar. Hier heeft hij alles gewonnen. Op de tweede plaats, ik denk Angelo van den Bossen. Nummer 23. Van de zomer met de delegaties. Ja, we gaan kijken naar de uitslag. En Timmy de Boer is er waarschijnlijk nog bijgeropt. Want die is derde, denk ik. En Jeroen Das, denk ik, op de vierde plaats. Nummer 16. Dus zonder twijfel winnaar Tom Govaert. En op de tweede plaats Angelo van den Bos. Derde plaats waarschijnlijk onder voorbeeld Timmy de Boes. En vierde Jeroen Das. Dat zijn de eerste vier. Eerste drie worden aan het podium gebruikt voor de huldiging. De ceremonie protocoleren met gans het gemeentebestuur hier aanwezig. En ook de tweede in die klasse met de premie, geweldig goed gereden, kwam maar een beetje te kort, toch een dikke proficiat, Angelo. Dankjewel, dankjewel. Ja, dat is fijn. We hadden de winnaar terugkomen met twee achter rijden en ze hebben er even voor dat dan ja, deze, dus dat is een beetje een rijden fout. Voilà, toch een dikke proficiat, die tweede plaats. We krijgen hier direct bij onze winnaar. Je kent het hier natuurlijk ook, Tom Govaert uit Stavelen, aanwezig. En hier een dikke applaus hier in de tweede. De lokvolle rondage, hier een applaus, Tom Govaert, winnaar! Dat toch, proficiat man, ken je het niet? Ja, ik ken het hier wel, maar ik denk dat het vandaag moet lukken. Toch heel hard gereden, zeg het, het was voor een dikke op het aangedaan. Ja, dat heeft vooral die vier die dan nog op 530 seconden voor hadden. En dan met Timmy en Tom Moerman daarachter zat ik eigenlijk. Ja, stiek kapot, die twee waren beter, maar ik pak hier de laatste ronde één en bocht binnen door en ik heb een klein gatje. En ik kreeg in één keer naar de vier toe. En dan ben ik naar de vier doorgegaan en de vier twijfel en ik was weg. Voilà, geef hem nog een dauwende applaus. Onze winnaar Tom Noa. Op de tweede plaats Angelo van den Bossen. En op de derde plaats de man van de schouw, Timmy de Boef. Op de volgende verleden, Timmy de Boef. Net het laag eigenlijk. Als we rond de route erbij komen, dan kunnen we weer spelen. Nu, wel Tom speelt net een beetje link bij ons, pakken eigenlijk de Lyon. En dan was ze onder de klasse weg met ons. En dan, ja, eigenlijk. Ik hoop om alle drie terug te zien. Zaterdag in de Bedanie. Als je die kunt, kun je niet natuurlijk. Dat is waar. De Ronde van Amen, dat kun je niet anders. Maar het is dus mijn klassement. In ieder geval, de Niki Provincia hier. Geef hem ook een applaus. Timmy de Boef. Angelo van den Bos van de Bloemen met de burgemeester Dirk van Mikkelen. Dat ik zelf wil, hè? En om één, even blijven staan, Dirk, je mooie hoek geven. De Bloemen voor de winnaar, Tom Govaert. De Bloemen voor Tom Govaert heeft geschreven aan onze burgemeester. Wat een overhandigd en dik applaus al. De trofee geschonken door de schepen van Sport Koen Elze. Dan nog een grote fles Magnum geschonken door Hans Stokmans. En nog twee flessen geschonken door onze andere schepen Rien van Ontzijn en Frederik van Aalen. Magnum. Geweldige flessen champagne. Geschonken door Hans Stokmans en op de andere twee flessen geschonken door onze schepen Rien van Ontzijn en Frederik van Aalen. Geef ze nog een dalend applaus. Winnaar Tom Govaert op de tweede plaats. Angelo van den Bossen en op de derde plaats. Timmy de Boef in onze grote prijs. René erin, de Kapelle. Proficiat Marijn. Dan wordt hier Luc de Vries nog gevraagd voor overhandiging. Van de Polsband, de horloge, denk ik toch? Polsband.
aan de winnaar. Aan de winnaar. Rutte Vriese geeft Pontus aan de winnaar. Ik wens van het gemeentebestuur Tom Dirkens Buisman voor de foto. Geef ze nog een daverend applaus. Winnaar Tom Grobaar. Tweede plaats Angelo van den Bos. En derde plaats Timmy de Moes. En de deze drie dagen van het noorden stelt mee voor het klassement, zaterdag en zondag, op Rascal Bethanie, nog eens extra 400 euro aan prijzen en elke ronde om twee premies. Dus als je kunt, zou ik zeggen, de Tom Limiter welkomt op Rascal Bethanie. Dank u. Applaus voor de spreker. Iedereen bedankt voor deze wedstrijd, ook de sponsors. Rode Kruis en vandaag krijgen we de wedstrijd van de internationale dames. Echt kei,
leuk uit. Ja. Ja. Het was wel een goede vakantie hoor. Het is wel een stuk moeilijk. Dames, we wensen u een sportieve wedstrijd toe. Het is een zwaar parcours, zoals u al ervaren hebt. Optrekken aan de bocht. Volle gas naar de Kort en Breed. Korte bocht, terug korte bocht, is een uitstraat. En dan op ons naar de Hoedsehout. We wensen u veel succes. We tellen nu op. 3, 2, 1, go! Dankjewel, Dirk. En dan veel succes. En de dames, 250, 150 en 100 euro van het kassement. En dan verwachten we nu zo dadelijk de winnares. En de wedstrijd hier voor nummer 26. Nele de Vos, geeft ze nog een applaus. En de wedstrijd. Geeft ze nog een applaus. Nele de Vos, aankomst. Goed gereden, juffrouw. En dan gaan we kijken, wat wordt het hier? Komen ze nog terug? Of blijft de Nederlandse voorop? Hier in de apotheose te Capelle. Mensen, kijk eens aan. Ik heb het zelden gezien in Capelle. Er is hier vandaag heel veel volk. Hè? We moeten er zeker mee doorgaan. Alle schepen en de burgemeester hier, een succes met onze wielerkoers hier in de Capelle van onze dames en onze liefhebbers. De apotheose. Zinder is de wagen. We gaan kijken. Wie wordt het hier? Bij onze UCI, dames. Is het de Nederlandse? Komt de Argentijnse nog terug? Of komt de tweede Nederlandse uit de boeken? We wachten met spanning af. En hier komt ze. Het is zeker vast het nummer 6 van Mützenburg Marieke. Ganse wedstrijd aan de leiding. Premiekaper, winnaar van de klassementpremie. En winnaar van de koers. Ze gaat hier zelfs door het rood licht draaien. Ze komt hier aan. Geef ze een applaus. Winnaar van Mützenburg Marieke uit Nederland. Geweldige prestatie.
Backpack, de winnaar! Geweldig gereden en in de sprint van de tweede plaats. Met de Argentijn en de Nederlander. Tak, 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 tak. We worden het hier. Geweldige sprint daar, Vekare. Het wordt het nummer 28 voor de Argentijnse. Geef ze een applaus. En nu het sprint van het peloton. Opletten maar. Hier op de Champs-Élysées. Geweldige sprint over ganse breedte. Geweldige sprint met zijn 30 nummer. Wie wordt het hier? Dames en heren, geweldige sprint. Geweldige sprint. Wie pakt het hier? Het nummer 17 wordt het nummer 15. Wint de sprint van het peloton. Kelly Draats wint de sprint van het peloton voor Saboda Sofia. Ja, merci. Ja, ik zag inderdaad Marieke na het al van de eerste rondes gaan. En ik wist wel dat zij vandaag super sterk rijdt. Maar daarna begon het tempo natuurlijk wel in de peloton op hoogte te komen. En op een gegeven moment had ik het juiste moment en toen de overstap gemaakt. En toen draaide ik gewoon met z'n drieën. En op het laatste dan in de finale en dan verlies ik dat helaas. Maar goed, de tweede plek. Veel de koers in de aanval, veel de vrede gepakt, meer dan van de klassementspremie. Dan op het einde nog met drie goed samengewerkt. Altijd voorop gereden, pracht van de wedstrijd. Iedereen die kapel heeft te begroten. Een dikke, dikke proficiat hier van de speaker. En nu wil ik het woord teruggeven. Dank u wel, gelukkig. Het was wel een mooie koers, ik ben blij dat ik hier natuurlijk heb gekomen. Dat is hier al jaren zo, bij hopen nog veel jaren te zien. Marieke, je wordt de beste vandaag. En applaus hier voor Marieke, voor de winnaar. En nu voor Thomas. Interventie. Voilà. Ik kom niet in de kant, dat is een beetje moeilijk te bereiken. We gaan nu naar het podium. Met de drie. Marieke. Voor de bloemen. Geweldige wedstrijd van onze drie dames. De tweede bloed aan Luc Jansen en Kim Jansen in de derde. Daar mag je kies voor een applaus voor Marieke en onze burgemeester Kim van der Klee. Kim Jansen en Luc Jansen van de Rundige van de Prins in de derde. Op de tweede plaats Jan Gies Stromia en op de derde plaats Sils Siora. Welkom! Dan krijgen we de overhoudingen van de firma Magnus, een grote fles Magnum, geschonken door Ernst Stockmans aan de overwinnaar. En dan nog de schepen en luxe vriezen van onze vriendin Quadrade, twee flessen Magnum aan de tweede en de derde. Frederik zit erin bij, gaat het college, de burgemeester. Luc de Vriezen, zit er bij allemaal, alles schepen. Voor de foto, ceremonie voorbereid. En applaus voor onze winnaar, Marieke van Witsenbrug. Op de tweede plaats, Jongen de Stronia. En op de derde plaats, Tilt Sofina. Estefania. Een geweldig podium hier, en we kunnen toch wel zeggen, geweldig weer, geweldige wedstrijd, burgemeester hier te Capelle. Bedankt aan het college, burgemeester in Schemeren, aan het Rode Kruis, alle sponsors hier ook aanwezig voor deze prachtige wedstrijd en hopelijk tot volgend jaar. Dank u.